keer is weer wat item, hè? Ja. Het onder, hè? Lekker. Ja. En hoe heet dat ook alweer? Dat heet cum laude. Jullie zijn allemaal, zoals jullie hier zitten, met 15 kinderen, cum laude geslaagd. Als je het heel goed hebt gedaan, dan heet dat cum laude, met lof. En ik vraag dan ook altijd van, wat vonden jullie nou de moeilijkste plek? Om de Stationsstraat over te steken. Bij de rotonde. Nou, omdat er soms fietsers achter auto's fietsen, waardoor je ze niet zien. En dat is best wel raar. Want alle andere rotondes, in Butter, daar moeten de auto's op jullie wachten. Dat is gek, hè? Er rond allemaal rotondes in Butter. En de een heb je voorrang en de ander heb je geen voorrang. Maar jullie zijn met z'n vijftienen vandaag, die cum laude geslaagd zijn. En dan heb ik Liv en Bemmel even nodig. Want ik heb hier 5 scholen staan. Maar meneer Bemmel, hoeveel scholen hebben er meegedaan en hoeveel leerlingen hebben er meegedaan? 12 scholen hebben er meegedaan van de 14. Heel goed, 12 van de 14. Niet, die hebben een gecombineerde 7-8 groep. Dus die doen volgend jaar weer mee? Ja. En er waren bij elkaar, zouden 272 leerlingen meedoen. Dit jaar viel het mij op, waren er nog wat zieker die niet mee hebben gedaan. Het kwam waarschijnlijk door de griepgolf. Ja, kan. Ja. Ik denk een stuk of 8 of zo die hebben meegedaan. Dus die kunnen volgend jaar. Kan volgend jaar herkansen. Voordat ik ga met prijzen, nog even één ding. Het was dit jaar wel heel bijzonder dat één school, die heeft 8 leerlingen cum laude geslaagd. Dat is de wegwijzer. Ja. Dat is, vond ik heel bijzonder. Dat zijn dus hele knappe jongens en meisjes, denk ik, die ook goed hun best hebben gedaan. Maar zou dat misschien nog een andere reden kunnen zijn? Wat denk jij? De juf. De juf, hè? Zou het ook aan de juf hebben kunnen zijn, zeg jij maar? De juf die had ons ook huiswerk gegeven. Oké. Welke juf was dat? Juf Henriette. Juf Henriette, die is er niet bij, hè? Ik denk, nou, die juf die heeft zo de best gedaan, ze krijgt van mij een cadeautje. En fietsverlichting setje, een reserve setje. Maar jij, geef haar aan dat laatste meisje. Wil jij aan de juf hebben die het geven? En ik denk, niet laten vallen. Ik denk dat het goed is dat we ook een applaus doen voor juf Henriette. Nou, als laatste, dan krijgen jullie van de gemeente iets leuks, staat hier klaar. Maar ook van ons krijgen jullie wat. Maar dan moet ik eigenlijk even wat mee uitleggen. Jullie krijgen van Veilig Verkeer een trappenset. We hebben allemaal een fiets, wat jullie weten. Een trappenset, alleen moet de oude eraf en dan moet deze op. En wat gebeurt er? Dat is een hele mooie, een hele veilige. Als je daar aan draait, dus als je gaat trappen in het donker. Maar dat is wel leuk, hè? Maar je hoeft er niet mee naar de fiets te maken. Je vader of je opa, als je even wil helpen. De oude moet eraf, dat is de steeksleutel 17. Steeksleutel 17 gaat erop, dat is heel makkelijk losdraaien. Maar er zit één addertje onder het gras. Aan de linkerkant, dus de trapper aan de linkerkant van de fiets, is links toedraad. Ja, dus verkeerd. Dus dan moet je dus bij losdraaien rechts omdraaien en bij vastdraaien links omdraaien. En nogmaals, allemaal gefeliciteerd. Geweldig. Dit jaar 15. Cum Laudes, we hebben nog niet eerder meegemaakt. Ja, dat is toch een hartstikke mooi cadeau voor 15 jaar. Goed, dan wou ik nu even toch maar het officiële gedeelte genoemd, de uitreiking van de duimen. Als ik straks je naam opnoem, dan mag je even naar voren komen. Dan feliciteer ik je met een duim en dan maakt die meneer daar met zijn fotostel maakt een mooie foto van je. Dus moet je even vriendelijk kijken naar de meneer, zodat je mooi op de foto komt. Dat je raad iedereen kan zeggen, ja, Aysen, ik ben wel cum laude geslaagd. Hè? Dus daar gaan we beginnen. Dan begin ik met, ik doe het op volgende van school. Dus ik begin bij de school van bij de bron, dat is Tijmen Vosselman. Gefeliciteerd, hartstikke goed. Ja. Even naar de fotograaf. Vind je mooi. Dan kom ik bij de school van Pelikaan en dan begin ik met Hanna Meijer. Dan kom ik bij de tweede van de school Pelikaan, Dennis van Buren. Maxime Schaam.
hartstikke goed gedaan. Alsjeblieft. En dan kom ik bij de volgende school en gelijk iemand met een hele moeilijke naam komt bezig. School voor Demin. Zeg ik het goed? Ja. Hartstikke goed. Gefeliciteerd. Hartstikke goed. Jeanette Sverma. Goed, dan kom ik bij de wegwijzer. Anke Jansen. Dan kom ik bij de tweede, Tessa de Jong. Dan Chantal van der Kraats. Chantal, gefeliciteerd namens Graafkamer. Yvonne de Kruijf. Ja, het zijn meer meisjes dan jongens. Ik weet ook niet of er meer meisjes dan jongens in de klas zitten. Zitten er meer meisjes dan jongens in? Ja, ja, zie, dat zijn logisch. Ja, Opa Lamp. En dan Willemien Luijt. Is er niet? Ah, is er eentje. Thijs Nout. Dan moet jij zo wie zijn. Dat kan niet anders. En nu allemaal die duim laten zien, hè? Ja, deze kant. En dat doen we nog een keertje. Ja, deze kant. Ja. Deze kant. Deze naar boven. Deze kant. Ja. 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 Ja.